Wat heel veel mensen met zwanen hebben, dat heb ik juist met ganzen. Ik vind ganzen veel leuker dan zwanen. En ik denk een van de leuke dingen aan ganzen vind ik dat ze familiebanden hebben. Dus ze beperken zich niet alleen tot het gezin, maar je hebt dus verschillende ganzengezinnen die samenwerken. Stefan van der Burg is coördinator bij de vogelopvang voor de Leidse regio. Zoals ieder jaar rond deze tijd is het momenteel topdrukte op de bescheiden locatie aan de draadbaan in Leiderdorp. Als ze half volwassen zijn, springen ze het nest uit. Dan zijn ze nog niet helemaal wereldwijs. Dan zijn ze een hele makkelijke prooi voor katten. Zeker een aantal die snappen bijvoorbeeld ramen nog niet. Die vliegen tegen de ramen aan, die blijven op een versufte grond liggen. Ja, dat is natuurlijk sowieso een hele makkelijke prooi. Degenen die dat niet doen, die zijn ook makkelijk. Want wat ik zeg, ze zijn gewoon nog niet bang voor alles. Ze snappen het leven nog niet zo goed. Dus het zijn vooral wezen en katslachtoffers die we binnenkrijgen. Een groot deel van de dag zijn de vrijwilligers de vogels aan het voeren. Dit is echt een typische, die is oud bij ons gekomen. Die spert alleen naar zijn eigen ouders en doordat wij dat niet zijn. Voor een enkele bewoner is dit tevens het moment om een vluchtpoging te doen. Gelukkig zijn Van der Burg en collega's goed voorbereid en wordt de herstellende vogel snel weer gepakt. De coördinator is blij dat zijn gasten over het algemeen slechts kort op het asiel verblijven. Bijvoorbeeld een koolmees die is in 21 dagen van kaal bloot jonkje wat net uit het ei is tot een vliegvlug jong. Wat nog wel een beetje door zijn ouders gevoerd en verzorgd wordt. Maar in principe het gaat echt over weken. Gelukkig niet over maanden bij vogels. Dat is voor ons het fijne. Anders zou het niet te doen zijn. Ondanks dat de vogelopvang blij is met haar huidige verblijf, hoopt Van der Burg dat het asiel binnenkort naar een definitieve locatie zal verhuizen. We zijn hier 2 jaar geleden op 15 juli zijn we hier gekomen met het idee dat we hier 2 jaar zouden zitten. We zijn, het bestuur is bezig met een landje te verwerven waar we een nieuw pand kunnen bouwen. Alleen helaas loopt het allemaal niet zo snel als dat we hoopten. Dus dat gaat waarschijnlijk nog wel een jaar duren. Maar goed, tot die tijd zijn we op deze locatie aangewezen. En aan de ene kant ben ik heel blij dat we hier zitten hoor. Aan de andere kant is het hier veel te klein. We kunnen lang niet alle dieren die aangeleverd worden hier zelf verzorgen. Dus we moeten om die reden met heel veel andere vogelopvangen samenwerken. We zijn 2 jaar geleden zijn we begonnen als officieel vogelasiel. Het is aan de ene kant fijn als je dan zo'n opstart doet dat je niet alles zelf verzorgt. Maar uiteindelijk, daar leid ik wel de mensen voor op. Het blijft toch zeker nu in de jonge vogeltijd wel jammer dat je al die jonkies binnenkrijgt. En die je dan niet zelf op ziet groeien. Dat die uiteindelijk toch wel een andere opvang moeten om daar het laatste stukje van het opgroeien mee te maken. De vogelopvang en de ambulance zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Een baan die niet voor iedereen is weggelegd. Enerzijds moet je voldoende dierenliefde natuurlijk hebben. Aan de andere kant wil ik ook zeker even aanstippen dat je ook niet te veel dierenliefde moet hebben. Het is namelijk zo dat van de dieren die wij krijgen, daar zit ook het een en ander bij wat het gewoon niet gaat halen. Er zijn bepaalde breuken die niet te repareren zijn. Van allerlei dingen. Dus er gebeurt ook genoeg wat gewoon niet zo prettig is. Dus niet alleen maar vrolijk jonge vogeltjes voeren. Er zijn ook gewoon vogels die zwaar gewond binnenkomen en die eigenlijk alleen nog maar geëuthaniseerd kunnen worden. En als je daar echt 's nachts wakker van ligt, dan zou ik het je niet aanraden om hier te komen werken.